In gesprek met minister Ramadin. Kubanen overgebracht naar een andere plek. En Rishi organiseert FIFA toernooi. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De COVID-19 maatregelen zijn deze week 2 keer verscherpt. Dit omdat er opeens een stijging is van het aantal besmettingen. We zijn gegaan van ongeveer 4 naar 20 besmettingen per dag. Reden voor ons om even in gesprek te gaan met de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadin. De plotselinge stijging is zorgwekkend. Beelden van mensen die de maatregelen niet naleven gaan op social media rond. Iedereen gaat de fout in. Van de buurman of buurvrouw tot zelf bekende Surinamers en ambtenaren. Ik maak me enorm zorgen om de stijging. Vandaar dat we ook heel snel hebben aangepakt. We hebben heel snel ingegrepen. Toen we de stijgingen begonnen te zien afgelopen weekend. Dan moesten wij ons snel met elkaar gaan zitten aan tafel. En we hebben spoedig besluiten genomen. Want de stijging gaat heel snel. En de verspreiding van het virus gaat ook heel snel. Een paar weken geleden leek alles nog goed te gaan. De maatregelen waren ook een hele poos soepel. De overheid liet ook heel veel evenementen toe, waaronder haar eigen evenementen rond 25 november en een Biggie Smart Day van First Lady Melissa Sinacherry. We zagen inderdaad dat die COVID-gevallen en steeds minder COVID-gevallen waren. Steeds minder infecties. En dat gaf ons heel blij om die cijfers. Daarom dat we ook de scholen hebben geopend. Daarom dat de bussen weer begonnen te rijden. Daarom dat restaurants weer een beetje open konden gaan. En dan zie je dat de mensen een beetje meer gaan bewegen. Maar we zagen ook de afgelopen weken, en dat moeten we eerlijk in zijn, dat we een beetje losbandiger gedrag zagen. Dat wil zeggen, je zag vaker feestjes voorbij komen. Op social media, Facebook. Maar ook zag je dat ondernemers bijvoorbeeld risico's namen, vooral in de horeca, om disco's en clubs weer te openen. Terwijl we hadden besloten dat het niet mocht. Nu, daar de maatregelen nog strenger zijn dan voorheen, zijn alle plannen voor een eindejaarsviering verschoven of afgeschaft. Horecaondernemingen die reserveringen hadden, partyplanners die met inachtneming van de maatregelen evenementen mochten organiseren en zelfs evenementen van de overheid werden uiteindelijk aangepast of afgelast. Ook de minister moet net als iedereen die ze had zijn kerstdiner en bezoek afzeggen. Ja, kijk, mijn plannen voor de feestdagen. Kerst is altijd voor mij rustig. Ik ben geen echt gelovig mens, maar ik hou rekening met de feestmaand. En kerst heb je vaker een traditioneel kerstdiner met de familie. En dat is helaas dit jaar anders gelopen. Indien wij ons de komende weken aan de COVID-19 maatregelen houden, kunnen wij misschien gauw weer terug naar de soepelere tijden. Voor de komende week zou je nog uit kunnen eten als het restaurant zich ook aan de speciaal voor hun gemaakte terrasprotocollen houdt. Het liefst adviseer ik, als je naar het terras gaat, dat je het doet binnen uw huishouden, dus binnen gezin. En niet met verschillende vrienden. Dat werkt niet goed. Daarom wanneer we de samenleving informeren en worden we soms kwalijk genomen. Ja, maar jullie houden geen rekening met het volk. Juist houden we rekening met het volk. Juist willen we hebben dat die verspreiding echt snel stopt, zodat we weer normaal kunnen zijn. Dus laten we hopen dat we rond kerst, maar tussen kerst en oudjaar, weer de situatie onder controle hebben, zodat we een beetje vrijer, niet helemaal, maar een beetje vrijer kunnen zijn rond die periode. Eerste zwarte zwemmer voor Groot-Brittannië en Kubanen overgebracht naar een andere plek. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. De situatie van de Kubanen is onder controle, zegt de minister van Defensie. De groep mensen zijn vervoerd naar een andere locatie buiten Paramaribo en zijn onder bewaking van de politie. Ongeveer 400 Kubanen hebben zich 2 weken geleden gevestigd te Salt Drain in Nikeri. Ze waren van plan om de oversteek te doen naar Guyana om verder te reizen naar Amerika. De veerverbinding die op 12 december zou worden herstart, werd vervolgens weer afgesloten omdat Guyana heeft aangegeven de groep van wie een groot deel illegaal in Suriname verblijft niet zullen toelaten. De groep die verplaatst is naar een andere locatie, heeft aangegeven vrijwillig te willen vertrekken naar een andere plek. Daarvoor hebben zij een verklaring getekend. Na het vertrek van de Kubanen te Salt Drain is de plek grondig schoongemaakt geworden door de brandweer en de bestuursdienst.
In 2021 zou Dering de eerste zwarte zwemster kunnen worden die Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigt op de Olympische Spelen. Slechts 2 zwarte zwemmers hebben Groot-Brittannië vertegenwoordigd op de Spelen. Kevin Burns, die de Olympische Spelen van 1976 in Montreal was, en Paul Marshall, die in Moskou brons won. Dering zei dat dit een kans is om echt te helpen bij het stimuleren van een positieve en diverse verandering voor een sport die dit over de hele wereld vereist. Als enige zwarte in het Britse zwemteam heeft Dering inspiratie gezocht bij de Amerikaanse Olympische gouden medaillewinnaars Cullen Jones en Simon Manuel en de Jamaicaanse Olympische speler Aaliyah Atkinson. De vraag naar FIFA-toernooitjes was dit jaar groot, maar omdat we te maken hebben met de COVID-19-pandemie, mochten er geen evenementen gehouden worden. Surinames FIFA's kampioen Rishi bedacht daarom een andere manier om toch een toernooi te organiseren. Het online FIFA-toernooi is 7 december van start gegaan. De FIFA-gamers hebben er allemaal zin in, want 4 maanden lang mogen 40 gamers strijden voor het Surinaams E-League kampioenschap. Natuurlijk is het mijn hobby en passie, FIFA organiseren en FIFA gamen. Maar daarnaast heb ik ook gedacht aan de Surinaamse gamers die elke dag vragen naar FIFA toernooien. Maar zoals iedereen weet is dat fysiek moeilijk om te organiseren. Dat komt door het COVID gedoe. Dus daarom ben ik bezig met online toernooien te organiseren. Daarnaast is het ook een leuke ontspanning in zo'n periode waar ieder thuis zit. Kan je lekker gaan gamen, een beetje ontspannen. Er zijn in totaal 40 deelnemers die meedoen aan dit toernooi. En van de 40 gaan 10 naar de league zelf. De kwalificatieronde is nog gaande en de deelnemers moeten zich nu al inzetten en bewijzen. Voor de deelnemers is het een nieuwe uitdaging omdat het de eerste keer is dat er zo'n toernooi in Suriname wordt georganiseerd, wat het dus extra speciaal maakt. De kwalificatieronde duurt 2 weken. Daarna hebben we vanaf 22 december een rustperiode, trouwens ook een feestperiode. En 11 januari begint de league. Die zal 9 weken duren. Er zijn totaal 5 groepen met elk 8 deelnemers. En van elke groep gaan de top 2 over. Jammer genoeg kunnen geen buitenlanders meedoen aan dit toernooi. Ieder moet fysiek aanwezig zijn in Suriname. Ik ben Roy Bahadur Singh en ik ben een gamer van 20 jaar. Roy is een van de deelnemers van het E-League toernooi. Voor hem is het een nieuwe uitdaging om op deze manier mee te doen aan een toernooi. Het is sowieso een creatieve manier om een nieuwe competitie te regelen. En vooral hoe we het gewend zijn met het knock-out systeem, is het sowieso apart. Maar ook interessant, want dan ben je langer bezig. En is het een kwestie van consistent zijn. Het grootste verschil denk ik met het fysieke, want normaliter ben je fysiek aanwezig en je hebt s'avonds nerveusheid en nu ben je gewoon thuis, geen nerveusheid, je zit achter je eigen tv, eigen stoel, dus het is stukken makkelijker om het zo te zeggen, maar dan ook niet met internet en alles. Nu bevinden ze zich in de kwalificatieronde en dat gebeurt door middel van een bepaald aantal wedstrijden die je moet winnen zodat je genoeg punten hebt om door te gaan. Van elke pool zullen de eerste en de tweede plaats meedoen aan de E-League. Op dit moment zit ik op de tweede plaats met 2 minder gespeelde wedstrijden dan de eerste plaats. Maar als ik aan mijn wedstrijden win, dan moet ik wel genoeg hebben om door te gaan naar de E-League. Sowieso in die tijd waarin we leven, met COVID en alles, is het 100% ontspanning. En ook tegelijkertijd voor mij als gamer een beetje competitive online zitten en bewegen, om het zo te zeggen. Dus het is sowieso een goede ontwikkeling. De 10 spelers die overgaan naar de E-League zullen vanaf 11 januari elk weekend 1 wedstrijd spelen en wie aan het eind van het toernooi in maart de meeste punten heeft behaald, zal uitgeroepen worden tot kampioen. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken, Sribi Shwiti, fijn weekend. Doei doei!